Vandaag ga ik je de app Rekenen, Begrijpen, Optellen en Aftrekken laten zien. Deze app is erg handig voor kinderen die net starten met optel- en aftreksommen. En voor kinderen die deze sommen gewoon heel moeilijk vinden en echt maar niet onder de knie krijgen. Omdat uh, deze app niet alleen maar puur om het oefenen gaat, maar vooral om het begrijpen, om inzicht te krijgen in deze sommen. Met deze oefening moeten de kinderen de sommen namaken. Hier ziet een kind 3 plus 3 staan. Dus dat betekent dat het kind uh, drie vingers op het scherm moet uh, drukken. En daarna nog een keer drie vingers op het scherm moet drukken. En dan ziet het kind dus in totaal zes blokjes ontstaan. En dan wordt de som dus 3 plus 3 is 6. Een kind kan zelf de symbolen kiezen. Dus het hoeft niet per se uh, met de blokjes te spelen of met de balletjes. Maar. Uh, door te spelen met deze app en dus te oefenen met deze app verdienen kinderen nieuwe symbolen. Dus een kind kan zelf kiezen met welke symbolen ze willen spelen en met welke symbolen ze dus willen oefenen. Je kan bij iedere oefening ook kiezen hoe moeilijk de oefening moet zijn voor je kind. Gaat het om een kind die net begint met rekenen? Nou, dan kies je dus voor maximale uitkomst uh, 20, dus dat 20 maximale uitkomst is. Uh, gaat het om kinderen die al veel verder zijn, dus die al rekenen met, uh, met uh, getallen tot, tot aan 100, dan kies je dus voor 100 als maximale uitkomst. Met deze oefening gaat je kind nu wat verder kijken in uh, tientallen en in lossen. De tientallen worden hier afgebeeld met behulp van staafjes en de lossen worden hier dan afgebeeld als balletjes. Zo kan je kind wat meer begrijpen wat een tiental nu is en wat de lossen nu zijn. Hier gaat je kind de som 15 plus 29 uitrekenen. Dus een kind gaat dan eerst 15 neerleggen: 1 staafje, 5 balletjes. En daarnaast gaat je kind dan dus 29 erbij zetten. En deze app laat dan heel mooi zien wat er dan gebeurt als je een tiental aanvult. Want je kind ziet dat dus met verschillende kleurtjes. Dus als je hier vijf balletjes erbij doet, ziet je kind dus gelijk een volle tiental ontstaan. En wat gebeurt er dan als er dus een tiental erbij ontstaat? En wat, wat moet er dan nog verder bij? Wat gebeurt er dan? Nou en dat laat de app dus heel mooi zien. Bij de minsommen laat de app heel duidelijk zien wat er met een getal gebeurt. Je kind krijgt hier duidelijk te zien wat er met 20 gebeurt wanneer je dus 2 eraf moet halen. 1 staafje, wat dus 10 balletjes zijn, wordt gelijk ingewisseld. Je hebt gelijk 10 losse balletjes, daarvan haal je er 1 af en je kind ziet gelijk in plaats van 20 19 staan. Je haalt er nog eentje af en je kind ziet dan gelijk in plaats van 19. 18 als antwoord staan. Dus deze app laat gewoon heel duidelijk zien wat is een getal. Wat gebeurt er met een getal als je er iets van afhaalt of misschien er iets bij doet. En de app telt gelijk met je kind mee en laat gelijk zien wat er gebeurt. Zodat het snappen wat eerder aan de orde komt en je kind dus sneller deze sommen begrijpt. Bij de vorige drie oefeningen lag de nadruk vooral op het begrijpen... Dus snappen wat de getallen zijn, snappen waar je mee bezig bent, maar nu ligt de nadruk op het geven van de juiste antwoorden. Je kind schrijft de antwoorden op het scherm. De optelsommen en aftreksommen worden door elkaar gevraagd. Als een kind een som toch nog best moeilijk vindt, dan ziet je kind onderaan in het scherm een hulpmiddel om toch tot de juiste antwoorden te komen. Met de app kunnen kinderen ook tegen elkaar spelen. Elk kind kan zijn eigen niveau bepalen. Je ziet hier in de rondjes de niveaus. Het leuke hieraan is dat een oudere broer of zus ook tegen een broertje en een zusje kan spelen, en ze allebei toch hun eigen sommen van hun eigen niveau krijgen, en dus allebei evenveel kans maken om te winnen. Jij kan natuurlijk ook als ouder zelf tegen je kind spelen. En jij kiest natuurlijk de moeilijke sommen. En je kind speelt dan op zijn eigen niveau. En zo maken jullie allebei evenveel kans. In groep 3 heb je vaak een rekenkast waarin de leerkrachten uh, getallenlijnen en rekenrekjes hebben liggen voor kinderen die daar nog mee moeten oefenen, die het moeilijk vinden om de rekensommen uit te rekenen en dan graag nog materiaal uh, nodig hebben om te zien wat, uh, ja, waar ze mee bezig zijn. Nou, deze oefening zie ik dus als een digitale versie van de rekenrekjes. In plaats van een som te berekenen met een rekenrekje, voert je kind hier de som in en gaat je kind met behulp van de staafjes en de balletjes de som uitrekenen. Het mooie aan deze oefening vind ik dat de app met je kind meetelt. Want um, ja, sommige kinderen vinden het rekenen zo moeilijk dat ze er dan voor kiezen om een rekenrekje of een getallenlijn erbij te pakken. En dan vind ik het heel jammer, want juist deze kinderen hebben sneller de neiging om mis te tellen, om een kraaltje vergeten mee te tellen. En dan doen ze zoveel moeite om de sommen te maken en dan maken ze die dan toch nog fout. En dat is een vervelende faalervaring voor deze kinderen, die dan toch heel hard hun best erop doen. En met behulp van deze app, die met je kind meetelt, heeft je kind meer kans om tot goede antwoorden te komen. En dat is dan weer een hele mooie succeservaring erbij. Die deze kinderen heel hard nodig hebben. Je kan met deze app ook zien hoe het oefenen gaat. Je kan zien hoeveel sommen je kind in totaal heeft geoefend. En je kan dus ook per onderdeel zien hoeveel sommen van een bepaald onderdeel je kind heeft geoefend. Per onderdeel krijg je dus met groen te zien hoeveel sommen er goed zijn gemaakt. en met rood hoeveel sommen er fout zijn gemaakt. Voor elk kind maak je dan weer een eigen gebruiker aan. Je kan dus op het plusje drukken en dan voer je de namen van de kinderen in. En kan je dus meerdere gebruikers aanmaken. En dan kan je dus ook per kind zien hoe het oefenen gegaan is. Ik hoop dat ik je goed heb kunnen laten zien hoe deze app in elkaar zit en wat je eraan hebt voor je kind. Lijkt deze app je zeer waardevol? Nou, dit is deel 2 uit een serie. De maker heeft uh, dezelfde app ook gemaakt, maar dan speciaal voor vermenigvuldigen en delen. Dus ik zou zeggen, kijk daar ook even naar. Ik heb daar ook een filmpje van gemaakt. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwste apps? Abonneer dan mijn YouTube kanaal. Je kan ook een kijkje nemen op mijn website www.jufjannie.nl